En we zijn terug op de iMine server. We zijn bij het huis van Tom, omdat ik zo over naar een nieuwe trein ga en Tom woont dichtbij. Auw! En we gaan even rondkijken. Toch kijk ik. Want ik weet dat hij uiteindelijk niet meer gaat wonen. Misschien. En weet je, dit is op zich wel gaaf. Ik weet dat hij uiteindelijk niet meer gaat wonen, dus dit is op zich. Gaat misschien niet meer verder aan werken. Maar zoals altijd, in de beschrijving staan alle linkjes van alle andere spelers, dus daar staat hij ook. En, godsamme. Ze heeft dat spammen? Nee, oké. En ja. Ga daar eens heen als je even zijn spul wil zien hiervan. Wat hij nu van nieuw gaat doen in het andere gebied. Maar ik weet dat wij als we die kant op gaan. Ik denk deze kant op. Hier lopen de coördinaten namelijk op. Dan. Au, au, au. Zo. Ja, kijk. Hop. Dan gaan we door. En ik neem dit de dag na de vorige episode op. Want ik heb zin om op te nemen. En ja, we zitten nu, zeg maar, echt een uurtje nadat ik had opgenomen. Gingen we naar de volgende snapshot. En als je kan zien, zit ik in. Van Super Secret Settings zit ik in Color Convolve. Ik ga naar het westen, toch? Ik ga naar het zuiden. Ik hoef toch alleen maar bloemen. Dus ja, we gaan even een nieuwe trein zoeken voor bloemetjes en andere dingetjes. Want ik vind bloemen leuk. Ik vind sommige bloemen echt heel mooi van. En die willen we gaan gebruiken. Maar nee, ik. Wat? Ah, nieuw trein. Ah. Dat valt wel op, ja. Wauw. Dat is echt wel pittig sneu. Wat is dit? Taiga? Dit is een river biome, maar. Hop. Is een taiga, of niet? Extreme Hills Plus. Waarom zijn die bomen? Ik vind het niet erg, het is wel gaaf, maar. Poppies hebben we al thuis. Nee. Nee. Goed, zo. Zijn er eigenlijk nog biome-specific bloemen? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Volgens mij niet, namelijk. Ik had er niet in de nacht moeten gaan. Wat is als je bent echt. Oh, het wordt al dag. Nice. Oeh, fancy. Spiderjockey, spiderjockey. Oh, tering. Oh, crap. Dat is Extreme Hills Plus. Ja, oké. Ja, lala. Niks aan de hand. Het komt allemaal wel goed. Het ging bijna fout. Ik ging ook zuid. Toch? Dit is zuid, toch? Ja. Ik ben ook heel lief. Bloemen, 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 bloemen. Misschien dat ik even wat bones moet pakken. Dat ik het dan kan boomielen. Zou die skeletons nog zijn of zijn die al dood zijn? En die gaan niet dood. En die gaan. Leaves zijn erg lelijk opeens, man. Ligt dat aan dit? What the fuck is er met de leaves? Het ziet er niet uit. Daar liggen bones. Nice. Maar wat is het met. Bomen zien er raar uit. Ligt dat aan. Ik zal het een keer naar kijken. Nee. Dan gaan we iets verderop dan. XP. Laten we even een plains of zo zoeken dan. Plains of natuurlijk zijn er nog grote fucking biomes. Dus zijn we de komende 2 uur nog wat bezig. Tja. Moet je niet meer online moeten komen, hè? Kinloosje. Maar nee, ik heb gewoon zin om op te nemen. En ik heb wat nieuwe games. Allemaal van die side scrollers, maar dat je van links naar rechts loopt en dan speelt.
En ik vroeg me af of jullie daar in ieder geval een serie van zouden willen zien. Dan zeg ik nog even geen titels, want het is gaaf. Ik vind dit altijd gaaf van in de bergen. Dit is echt gewoon fucking. Ziet er toch gaaf uit? Zijn wel nieuwe bloemen? Nee. Maar holy shit. Wow. Dit is best wel heel erg gaaf. Hier zou ik gaan wonen als ik nog geen plek had. Wow. Gaaf. Alleen dat is wat derpy. Maar in ieder geval. Nee, maar zouden jullie dat willen zien? Ik zeg even geen namen, omdat ik ze. Ah, ik weet nog niet welke ik zou willen doen dan. Ik heb er meerdere. En ja, dan weet ik zeker dat waarschijnlijk de meest gespeelde komt waarschijnlijk dan wordt gevraagd. En dat wil ik dan weer niet doen, want ik blijf professioneel. Probeer in ieder geval te blijven. Koeien. Die wil ik even vermoorden, want ik heb bijna geen vlees ervan. Ik heb er wel geen. Yeah, ik heb achievement. Dat is ook nieuw in een snapshot. Nee, maar ja, ik wil praten, dus we gaan even praten. Dus, ja, laten we zien of jullie een side-scroller zouden willen zien. Die zijn makkelijk op te nemen. En ik vind het leuk. Ik heb er nu 4 geïnstalleerd van degene die ik heb gekocht. Dus dat is weer zo'n Humble Bundle deal, weet je. Dat, ja. En ja, dat zou ik graag willen spelen, maar omdat ik het gewoon wel grappig vind. En ik vind dit terrein echt gaaf, man. Ik weet niet wat ze hebben op de Generation, maar. Nice. Time to mine, time to strike. Gaat goed, man. Time to farm. Wauw. Monster Hunter. Gaat goed, man. Wat kan ik hier al krijgen? Jij! Wat is dit? Een Oxidacy. En wat zijn deze dingen? Ik had een emmer water mee moeten nemen. Dan kan ik gewoon gras zo weghalen. En nog een Daisy. Dit is een Plains, denk ik, hè? Ja. Elke keer die popjes denk ik dat het nieuwe bloemen zijn. Echt, hé, bloemen. Eigenlijk moeten we even een Flower Forest vinden. Dan hebben we heel veel tegelijk. Ik zie tulpen. Nice. We nemen gewoon even een stekje of zo van alles mee. Of zoveel mogelijk in ieder geval. Oranje tulpen, denk ik. Zijn ze oranje? Ik ben zo kleurig net gekomen met deze kleuren. Nee, oranje. Oké. Schat bij. Heel veel tulpen daar, jemig. Ik neem nogal veel mee. Als andere mensen ze ooit willen hebben. En ik heb er te veel. Ze kunnen het gerust vragen. Dus ja. Wow. Veel bloemen. Het zijn ook allemaal oranje en ook rode. Oké. Ik hoor een zombie onder me. Ik heb trouwens gehoord, hè, die baby zombies, die krijgen als het goed is nu ook een eigen hitbox, zeg maar, die kleiner is of zo. Want zoals mensen die al langer naar mij kijken weten, hadden ze nu altijd al de hitbox van de grote zombies. Heb ik er ook laten zien. En ja, als het goed wordt dat nu gefixt, eindelijk, na heel lang. En dit had ik nog niet, hè? Nee. Oh, daar is hij. Oké, sterf. Dank u. Ik had nu kunnen testen of het al gefixt was, maar meh. Ja, maar ik neem mijn shovel niet mee onder een mom van ik heb waarschijnlijk toch niet nodig. En dat heb ik nu nodig. Een shovel wat ik nodig. Rotten. Nice. Ik neem de tulpen en zo vooral mee om in huisjes te zetten voor bloemen, want ja. Dit zijn bloemen voor in vazen en niet voor in tuinen. Weet je? Dat vind ik. nog een Daisy. Zie ik verder nog wat nieuws? Daar van die dingen. Daar Daisy's. Ik wil wel meer Daisy's. Deze vind ik niet zo heel geweldig mooi, namelijk. Een Daisy. Nice. Ik weet niet wat ze in Nederlands eten, zo slecht ben ik. Ik weet het wel, maar ik kan er niet op komen. Vaak. Het zou me een worst wezen. Oeh, wat? Zag je daar ook iets roods? Het is hier op Rijn. Oh.
Nee, grapje. Ja. Hebben we nog iets leuks te vertellen? Nou, ja, ik had laatst ook zo'n vraag gezien van of mijn ouders ervan wisten dat ik aan YouTube doe. Ja, dat weten ze, want anders kon ik ook mijn partnership niet doen en zo en bla 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 bla. Maar ook omdat, dit is eigenlijk een heel dom verhaal. Ik moet het eigenlijk niet vertellen, want dat is slecht voor mijn vaardigheid, denk ik. Weet ik veel. Zwerkniveau. Ja. En, nee, maar het is een heel leuk verhaal voor jullie. Voor mij is het nog steeds een kut verhaal. In ieder geval, ik zit op een school. En mijn zusje zit ook op die school. En, ja. Dus, mijn zusje zat bij iemand in de klas. En die keek naar mijn video's. Helemaal geweldig natuurlijk. Alleen, blijkbaar maar, mijn zusje volgde hem ook op Twitter, geloof ik. Sterretje? Nee, dat heb ik er wel mee gepest. Maar nee, niet gelukt. in ieder geval. Nee, maar zij zag dus op Twitter op een gegeven moment iets staan over van... Tenminste, iets. Ik heb niet de tweet gezien. Ik weet niet wat er precies in stond. Maar het kwam er dus op neer dat ze wisten van mijn YouTube kanaal door. En tegen mijn ouders zei. En die vroegen dan naar mij wat van me klopte en zo. Dus ik kon wel gaan lullen van nou, helemaal niks van waar. Maar ja, dat deed ik niet. Want ik denk van ik moet het uiteindelijk toch wel een keer vertellen als ik partnership wil aanvragen. Dus ja, die wisten het toen vanaf. En het begin was gewoon heel veel vragen van wat is het dan en hoe werkt dat allemaal. En ik krijg een berichtje en mijn mobiel lag onder mijn been. Dus dat is verkut. In ieder geval. Zo. Dus daardoor weten ze het. En ja, ze volgen het niet echt ofzo. Ik bedoel, ze vragen af en toe alleen van maar hoe het zit met de views en zo. En dan zegt dat het goed gaat. En dat is het weer goed, weet je. Meer boeit het ze ook niet. Want ja, als ik een normale baan zou gehad hebben, zou ze niet zeggen van en hoe ging het op de... Ja, dat wel. Maar ik bedoel, dan gaan ze niet elke keer vragen van wat heb je gedaan? En dat is, weet ik veel. Wat vraag je ouders als je wel in je werk komt? Dat soort shit. Ik wil even grote bloemen vinden. Even die van twee ogen. Die rozen van twee ogen. Die zijn nice. Die zijn echt nice, vind ik. Ik zie daar poppies of iets. Waar dan? Fuck je om mijn eten heen? Jemmer. Kip is echt het meest slechte eten ooit. Hey, waarom vind ik niks anders dan deze dingen? Ook al zijn deze wel nice. Ik heb best wel wat bloemen. Ik vind deze niet zo mooi. Toch neem ik ze mee, want je weet maar nooit wanneer ze pas komen. Ik zie daar forest. Hopen dat daar wat bloemen in zitten. Het is wel een mooi forest dit. Ik vind het wel gaaf van die bergen met bomen. Laat maar, ik vind de Minecraft de bergen het mooist. Dat is gewoon... Je kan er niet omheen, bergen zijn cool. En... Het geluid staat heel zacht, heb ik het idee. Ik wil wat meer music zo meteen. Wel nee, music gaat er weer veel te hard staan. Zo. Waarom lijkt het wel zo zacht? Het zal ook een worst wezen. Dan lijkt het een keer wat harder. Oeh, koetjes. Het is weer bijna nacht. Vaak. Die bomen lijken nog steeds... Wat is er toch met die bomen aan de hand? Die leaves lijken anders. En ik ben er niet blij mee. Wow. Daar zie ik de bomen die ik wil. Deze wou ik. Ik vind deze echt gaaf. En ik ben vast de enige, want ik heb van mensen gehoord dat ze deze juist lelijk vonden, maar ik vind ze gaaf. Het wordt nacht, dat is een beetje onhandig. Het is nu nacht, ja la la la. Het enige mooie is er, maar als je deze boom hield, krijg je er meteen een nieuwe uit, geloof ik. En oei, meer grote. En een creeper.
Ik weet niet welke kleur die uit deze krijgt. Roze. Nice, hebben we roze. Een roze die farm. Fuck yeah. Bones voor in mijn rug, ik weet het nu al. Zo. We moeten binnenkort even zoeken naar iets van een zwamp of zo. Want daar zit dus goed. Als je daar de boom hield, krijg je van die blauwe bloemen. En die vind ik ook wel nice. Tam. Boom, 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 boom. Niks. La 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 la. Ah, bloemetjes. Ik zie dat licht, maar is dat lava? Of ik heb iemand space gevonden. Ik hoop dat het lava is. Ja, lava. Ik zie nog geen swamps of andere bloemen dan degene die we hebben. Nou ja, ik vind tot nu toe wel redelijk succesvol deze trip hierheen hoor. Ik bedoel, bloemen. Ik laat nu trouwens die langere even wat zitten, want die zijn zeg maar gewoon oneindig te krijgen. En het bespaart wel tijd als ik ze niet pak. Waarom sloeg ik mis? Schaam je, Matthias. Schaam je diep. Ik moet zo even, denk ik, even dit even gaan koken. Dat snel voor ondergrond gaven wat hout, stenen al even gaan koken. Even met hout en zo gaan koken. Ik denk dat ik jullie daarna terug zie. Paardjes. Oh mijn god, paarden. Zijn jullie een beetje goede paarden? Dit is trouwens het eerste paard die ik in survival mode echt gewoon in het wild tegenkom. Oh ja, wacht. Ja, op deze... Nee, wacht. Ik heb in mijn snapshot dinges ook al paarden gevonden. Laat maar. In ieder geval hier op de server heb ik ze nooit eerder wild gezien. Laat ik het zo zeggen. Hier zijn heel veel paarden. Wat is dat zo'n pokkenwerk is om ze mee te nemen door de zee? Want ik heb zeg maar ook niet echt... een lead bij hem of zo. Ik kijk helemaal niet naar je. Oh. Oh, 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 oh. Foei. Stop met dat geluid. Oké, ik ga je even minen en even even vlees smelten, koken en dan zie ik jullie zo terug. Dus tot zo. Oké, we zijn weer. Oh! Niks aan de hand. Als ik dood was gegaan, man. Zo, dat scheelde weinig. In ieder geval, het wordt weer dag. Dat is mooi. Ik heb wat bones. Dus we kunnen weer wat bomen hier en zo. Er zijn weer veel paarden hier zo, man. Drie spawnen paarden eigenlijk nog. Hey, village. Een village. Fuck yeah. Oeh, de blacksmith. Wees diamonds. Kom op, geef me diamonds. Oeh, en boeken. Ik wil boeken. Boeken. Sorry. Eh.
Net gewoon gold mee. Fuck jou, village. Zijn er meer boekenhuisjes? Yep. Wacht even. Heb ik nog hout? Ik heb nog wat hout. Ik heb zoveel zooi bij, want ik allemaal weg moet gooien. Als iemand deze feest wil hebben, je mag het hebben. Ik hoef de rest niet, alleen de boeken en de loot die ik heb meegenomen. Welke is dat boeken? Die. Tering. Boeken. Dat blijft nu de rest van mijn kop, dag in mijn kop houden. 42 boeken. Nice. Daar zie ik weer een forest. Hoop ik nieuwe bloemen erin. Ik had toch wel meer verwacht van deze plains. In ieder geval zonnebloemen of zo. Ach ja, je kan niet alles verwachten met zo'n dom ding. Zo, mijn FPS wordt in één keer lager. Het is weer goed. Oké, dat was random. Man. Kom op. Geef me leuke bloemen. Oeh. Luistert naar me. Ik ben blij. 3 van Lilac. Ik zou soms wel eens op Nederlands zetten. Misschien dat het dan wel een betere namen zijn voor mij. Laten we dat eens doen. Options, language. Mooi alfabet. Gereed. Dus witte tulp. Ja. Dat is mooi vertaald. En ja, ik heb de UK staan, want UK is veel beter dan US. Oké, okay, maakt helemaal geen reet uit, maar toch. Die agressieve wolfjes, allemaal schapen vermoord hier. Loni. In ieder geval, ik weet dus niet of dit nog werkt eigenlijk, nu ik het zeg steeds. Oh, jawel. Kom op, geef nog iets leuks. Iets blauws. Er zijn blauwe bloemen, toch? Toch? Vast wel. Als jullie trouwens afvragen wat ik een NHS bij me heb. Ik ga niet helemaal teruglopen. Ik vermoord mezelf gewoon aan het einde. En dan zie je hoeveel fucking schapen die dood zijn gegaan door die beesten. Niet normaal meer. Of heb ik er nu 14? We hebben er de 15, dan is het alweer genoeg. Zo. Ik bedoel, ik heb er 14 daarvan. En verder. Is er verder nog iets belangrijks hier zo? Nou, om eens even gapen. Kwaap! We vinden wel iets, toch? Past wel. Pak maar meer onderwerp om over te praten. Ja. Oh, sprintbug ding. Ik gebruik trouwens als 6 die, dus het control niet voor sprinten, want ik vind dat niet fijn. Ik zal er ook nooit aan wennen waarschijnlijk. Ik zal er ook nooit nodig hebben waarschijnlijk, want ja. Waarom zou ik het doen? Wat altijd gaaf is moet opnemen, ik weet niet waarom. Als het goed is komt deze online op woensdag. Het is voor mij nu zaterdag, dus vandaar... Dus
Ja, ik heb ze maar die vorige video maandag online gezet. Gewoon als begin van de goede teruggaan naar het goede uploaden. Ja, en ik heb nu al 3, 4 Tomb Raider afleveringen extra gerenderd. Ik ga vandaag denk ik ook nog wat snapshot opnemen en misschien nog wel een van die games. Hangt een beetje af of. Ik zeg maar ook één spel is met multiplayer en ik weet niet of dat local is of. Online. Als het local is het jammer. Als het online is het nice. Want local dan moeten ze hierheen komen. En ik weet niet of ze dat willen, mijn vrienden, waarmee ik het dan zou willen doen. Ik hoop echt dat het gewoon online is. Waarschijnlijk wel. Ik denk het wel. Zitten daar nog bloemen in die speciaal voor daar zijn? Ik loop nu voor mij vol naar het noorden, dus. Maar zie ik daar al iets wat ik nog niet heb? Oh nee, wacht, dat leek zo. Wel. Dacht dat ik iets. Ja, oké, okay, deze dingen heb ik niet. Voor mij kun je deze ook niet krijgen, dus. Wel. Kan wel. Oké. Okay. Ik vind het namelijk ook wel grappig. Weet je, het zijn van die best wel gave planten. Krijg je nog speciale bloemetjes of zo? Denk het niet, hè? Nee. Dag wolfjes. Er zijn wel veel wolven in nieuwe gebieden, zeg. Nee, dat wil toch niet. Ik hoop echt nog even een mooie bloem te vinden. Zeg maar die blauwe bloem. Die is ook wel nice, namelijk. Ja, la 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 la. Hey, back. Ik weet niet wie dat kon horen, maar mijn mobiel ging weer eens af. Ik ben populair, man. Laten we gewoon op 30 minuten gaan stoppen. En dan hoop ik nog iets snel, nog iets leuks te vinden. Oh. Stop. Foei. Niet de bomen afbranden. Die boom mag je hebben. Hier was ik nooit. Niks gebeurd. Niet mijn schuld. Ik heb er niks gedaan. Fucking schapen dat jullie bloemen waren. Alsjeblieft val niet in lava, alsjeblieft val niet in lava, alsjeblieft val niet in lava, alsjeblieft val niet in lava. Dank u wel. Word gebeld. Wacht heel even. Zo. Niks gebeurd. Ik zat daar aan de blokjes, dus ik dacht dat iets leuks was. Hey, dat is random. We zullen ooit op zoek gaan naar andere bloemen dan. Anders jatten we gewoon een keer van iemand anders wat zonder bloemen of zo, weet je. Ik denk niet dat ik niet nog iets leuks ga tegenkomen zo snel. Als die paar nog een stering groot zijn. Tenzij hier zo meteen een stuk sunflowers of zo komt. Anders dan verwacht ik er niet veel meer van momenteel. Je zag die kip ook achteruit lopen, neem ik aan. Voor mij liep hij achteruit. Voor mij gewoon achteruit, dat weet ik zeker. Ik weet het 62% zeker. Kom op, geef me nog wat leuks. Iets. Iemand. Wat dan ook. Geef me wat leuks. Oh, kut. Oké, dan moet ik even wachten. Anders ga ik dood. En dat wil ik niet hebben. En jullie ook niet, want dan ga ik reetje. Is nog een toppen. Nice. Nou, dan houden we het hiermee voor vandaag.
Gewoon wat tulpen extra. Roze tulpjes zijn ook leuk. Ik had graag die blauwe bloem gevonden, maar ik weet niet. Voor mij zijn ook die bloemen dus biome specific. Wat wel nice is. Maar ik zou niet weten waar die zitten. In swamps, denk ik. Ik weet niet. Ik heb volgens mij ergens iemand in mijn swamp zien krijgen, dus ja. Nou, dat was wel genoeg. Bloemen eerst, die niet. Die. Ga ik mijn dood maken. Verder is de rest niet zo heel belangrijk. Samen. Ok. Zou hem moeten vermoorden. Val. Dank u. Nog één. Kom op. Nog één. Goed zo. En we zijn thuis. Oh, spannend. In ieder geval, we laten die bij voor vandaag. Oh ja, door dit. Die kleuren springen er zoveel beter uit. Echt niet normaal hoeveel mooier het zo is. Prachtig. Ik heb nog niet eens hier gekeken wat er nu uitziet. Ik heb trouwens deze afgemaakt. Ik ben goed bezig geweest. Oh ja, dat is veel. Dat is best wel nice. Ik vind de oranje heel gaaf. Oranje wol vind ik de mooiste wol. En je kan het niet echt veel gebruiken als ik niet zoveel oranje gebruik. Maar ik vind deze nice. Nou, laat het hier bij vandaag van deze video. Ik doe een groen duimpje. Als je meer wil zien, dan moet je op mij abonneren. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei!